We gaan weer een aantal topics behandelen. En de topics waar ik het over ga hebben, over elke topic zou je wel een hele studie kunnen maken. Maar wie weet ga ik dat nog wel een keer doen. Alleen is het zo dat ik nu gewoon 7 topics gewoon eruit wil laten lichten. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen. We leggen het in zijn handen. Ik ga kijken of we het in 1 video kunnen doen. Maar als het nodig is, maak je meerdere video's van. En de 7 topics die ik ga uitlichten zijn topics, onderwerpen, die een hele belangrijke rol spelen in het leven van de gelovigen. En sommige onderwerpen kunnen een grote rol spelen zonder dat je er erg in hebt. En 1 topic wat we sowieso gaan behandelen is profetie. Omdat profetie is een onderdeel dat jij als het ware een woord kan spreken van wijsheid. Want dat is profeteren. Eigenlijk is het niet het profeteren zoals je ziet in het oude verbond. Het is iets anders. Het profeteren wat we nu zien. Kijk, ik noem het nu oude verbond, maar eigenlijk is het gewoon het eerste verbond. Want God is nog steeds dezelfde. En het profeteren in het eerste verbond, dat was eigenlijk gericht op bekering. Dat het volk terug zou keren naar de Vader. En dat de mensen een relatie met hem zouden krijgen. En dat hij specifiek ook via mannen Gods vertelde wat zijn plannen waren met het volk. Of aan de koningen. Nu is het zo dat het profeteren in deze tijd veranderd is. Maar daar gaan we dus zo meteen dieper op in. Dat is het eerste onderdeel waar ik het ook over wil hebben. Omdat jij, als het ware met profeteren, een woord kan spreken, tot aanschijn kan roepen. En iets wat er dan nog niet was, als het ware breng je in 1 keer tot leven. Dat je bijvoorbeeld spreekt, volgend jaar rond deze tijd zou jij een kind krijgen. En als het ware vindt die bevruchting plaats en het kind wordt geboren. Precies ook rond die tijd. Het is een specifieke woord van instructie van wat er gaat plaatsvinden. Maar het gaat nog veel verder. Dan, want natuurlijk gebeurt dat ook aan het eerste verbond. Maar in deze tijd gaat het nog zelfs dieper. Alleen zijn velen van ons daar niet bewust van. Omdat we geen besef meer hebben van wat profeteren echt werkelijk inhoudt. Tweede onderdeel waar ik het over wil hebben, een belangrijke onderdeel, is de vloek van de wet. De vloek van de wet, onderdeel wat vaak verkeerd wordt begrepen. En onbewust ook verkeerd wordt uitgelegd. Maar je kan die vloek van de wet pas begrijpen vanuit welke grondslag en vanuit welke bron het is voortgekomen. En wat het toen betekent en hoe je het moet zien in deze tijd. Derde topic. En ik ga niet zeggen dat ik het precies op chronologische volgorde ga doen. Maar dat zijn in ieder geval de onderdelen die ik wil behandelen. Zijn demonische machten. Hoe demonische machten kunnen opereren in het leven van de gelovigen. Dus dat is ook een onderdeel die weer besproken gaat worden. Een ander onderdeel wat ik wil bespreken is, en dat heeft te maken dat jouw gave ruimte voor jou kan maken en jouw talent om in de tegenwoordigheid van de grote te komen. Maar ook dat je een onderscheid weet te maken tussen wanneer jij als het ware opereert in die gave of in Gods autoriteit. Dat je gaat leren tussen de persoon van wie jij bent, maar ook de gave
die hij jou heeft gegeven waarin jij kan opereren. Oké. Een ander punt, wat ook heel belangrijk is, is aanbidding. Aanbidding in het leven van de gelovigen. Dat is ook een topic die behandeld gaat worden. En evangelisatie. Hoe kan je het beste mensen die hem nog niet kennen, het evangelie brengen op een manier zoals de wereld nog niet eerder heeft gezien. Want hij heeft ons geroepen om het evangelie te brengen op een onafvolgbare manier en ook op een onafvolgbare wijze. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. We gaan eerst beginnen met het eerste onderdeel en dat is profeteren. En daarvoor gaan we eerst kijken naar 1 Korinthe 12. Daar gaan we nu naartoe. 1 Korinthe 12. Als we gaan kijken bij 1 Korinthe 12, dan zien we, want nu de geestelijke, vers 1, want nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik u niet dat u onwetend bent. Dus hij zegt hier dus dat hij niet wil dat wij onwetend blijven ten aanzien van de geestelijke gaven, want veel van ons zijn onwetend ten aanzien van die geestelijke gaven. En door die onwetendheid zie je ook dat er heel weinig gelovigen ook in die gaven wandelen. Terwijl hij ons geroepen heeft om allemaal te wandelen in die geestelijke gaven. Maar het komt vaak voor dat sommige mensen juist heel onverschillig erover zijn. Anderen denken dat het niet meer is voor deze tijd. Het was voor vroeger. Bijvoorbeeld in de dagen van handelingen. En weer anderen, die hebben door onwetendheid en door gebrek aan kennis en know-how dus over dat onderwerp, weten ze dus niet wat een geestelijke gave inhoudt. Maar je kan verschillende van deze gaven uitlichten, maar ik ga me specifiek richten op één gave. En dat is het profeteren. En ik ga een onderscheid maken tussen het profeteren, zoals het was in het eerste verbond, wat ook wel het oude verbond wordt genoemd, maar dat is eigenlijk geen goede benaming, want hij is nog steeds immer dezelfde. Wij geloven namelijk dat het woord waar is en het woord zegt van: hoor Israël, ik ben uw God en ik ben één. Dus dat betekent dat hij nog steeds dezelfde is als hoe die was in het eerste verbond, alleen nu met betere beloften en betere voorwaarden in het nieuwe verbond. Nou, in vers 2 staat er: u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. Daar maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God, van Elohim, spreekt, zegt: Jehoshua is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jehoshua is Heer, dan door de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verschijnheid van bedieningen. Het is dezelfde Here. Dus het is nog steeds dezelfde schepper en vader, de eeuwige God en vader, die die gaven heeft gegeven. En dan staat er dus: er is verschijnheid van bedieningen. Het is dezelfde Here. Er is verschijnheid van werken, maar het is nog steeds diezelfde God die in allen werkt. Het wordt hier vertaald ook constant als dezelfde Here, maar in principe, het komt van het woord, de wortel Adon. En Adon betekent ook eigenlijk meester. Dezelfde, het is dezelfde meester, want hij is onze meester, hè? Hij is onze rabbuni, onze leraar, onze moré. Moré is leraar en een leraar is ook een meester. Dus dat is eigenlijk, daar komt het vandaan.
Nou, als je verder gaat kijken, dan staat er. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde. God is dezelfde Elohim, die alles in alle werkt. Want je ziet ook in deze tekst, er worden weer heel veel woorden vertaald met titels, met God en Heren. Als je nog, ik raad iedereen aan dit te onderzoeken, want hij heeft nooit gezegd dat we hem bij zijn titel moesten noemen, maar bij zijn naam. Heer is een titel, dat heb ik ook in een andere studie al uitgelegd. Net zoals God ook een titel is. Hij heeft een naam en hij zegt bij die naam moeten we hem aanroepen. Maar ik raad iedereen ook daar goed onderzoek naar te doen. En dan bedoel ik niet de naam Jehovah, want Jehovah betekent ook, heeft een negatieve betekenis, het komt van Hova en betekent vernietiging. Dus de vernietiger. En natuurlijk, dat is een van de namen van onze vader. Maar heel veel mensen weten niet dat Hova vernietigen betekent. Maar ja, dat is weer een ander onderwerp. Maar waar ik het wil over hebben is, als je gaat verder kijken, staat er vers 7, aan ieder woord de openbaring van de Ruach gegeven, tot wat nuttig is voor de ander. Dus die openbaring is niet voor jouzelf. Het is tot dienstbaarheid en tot nut van de ander. En dan staat er vervolgens in vers 8, want aan de een wordt door de Ruach, door de geest, een woord van wijsheid gegeven, en aan de andere wordt van kennis door dezelfde Ruach. Nou, woord van wijsheid komt heel dicht in de buurt bij het woord van geloof. Alleen het is niet exact hetzelfde, er is onderscheid. En het profeteren zoals het was in het eerste verbond, dat is nu het woord van wijsheid. Ik zeg het verkeerd, een woord van wijsheid. Want het wordt vertaald als vaak in sommige vertalingen als the word of wisdom, maar het is a word of wisdom, dus een woord van wijsheid. En dat is een profetisch woord. Wat is een woord van wijsheid? Dat jij, als het ware, specifieke instructies krijgt over iets wat je moet gaan uitvoeren, of wat je gaat doen. Dus jij krijgt een specifieke opdracht. En daarom zie je ook met het profeteren van vandaag de dag, het is niet gedetailleerd. Het is niet exact. Er zijn geen instructies. Mensen krijgen bijvoorbeeld een woord dat ze, ze miljonair worden. Of dat ze, een ander voorbeeld, dat ze een kind gaan krijgen. Of dat ze, God ze heeft geroepen om naar het buitenland te gaan, maar ze krijgen geen instructies. Van waar dan? Welk land dan van het buitenland? Of bijvoorbeeld ze zeggen van een woord van, je moet voedsel opslaan. Maar er is geen instructie van, ja maar hoe en wanneer? En op welke basis en hoeveel voedsel moet ik dan gaan inslaan? En een woord van wijsheid is specifiek. Het is gedetailleerd. En dat is eigenlijk het profeteren, zoals het profeteren was van het eerste verbond. Een mooi voorbeeld lezen we daarover in Matteüs 21. En daar staat geschreven over de Messias, dat hij de discipelen zei in Matteüs 21 vers 2, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is. En een veulen bij haar, maak ze los en breng ze naar mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere, dus de meester, onze meester of onze rabboni, ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dus hier zie je een specifieke opdracht, dat ze weg moesten gaan. Ze moesten op zoek gaan naar een ezel. En dat ze moesten dan ook nog, dat ze, als het ware, dat iemand iets tegen hun zou gaan zeggen. En dat zij dan antwoord moeten geven. Nou, dit alles gebeurt opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u. Zagmoedig gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong en jukdragend ezelin is. Dus hier zie je weer een specifieke instructie. Wat voor soort veulen het is. Dat het een jong veulen is. Een jukdragende ezelin is. Alles is perfect gedetailleerd. En er is geen enkele twijfel
van wat er moet gedaan worden. Nou, dat is een voorbeeld van een woord van wijsheid. En dat is hoe het profeteren is in het nieuwe verbond. Dat jij een woord van wijsheid hebt. En dat jij dat spreekt over de ander. En dat je hem specifieke instructies geeft van wat diegene gaat doen. Bijvoorbeeld wat ik al net al zei. Je kan ook profeteren, een woord van wijsheid spreken. Volgend jaar rond deze tijd ga je een kind krijgen. En dat je dan uitlegt dat het kind geboren zal worden, bijvoorbeeld, op een bepaalde manier. En dat je gaat aangeven dat het kind zal in de ochtend geboren worden. En dat je bijvoorbeeld een naam ook geeft van wat het naam van het kind zal zijn. Het kind zal Joël heten. En hij zal machtig gebruikt worden voor de naam van onze koning. Ik geef een voorbeeld. Dat is een voorbeeld van wat een specifieke woord van wijsheid is. En een profetisch woord is. Een woord van kennis komt ook daarbij in de buurt. Maar dat is niet hetzelfde. Een woord van kennis is dat je een feit benoemt. Dat je een woord krijgt dat iemand ziek is. Bijvoorbeeld diegene heeft last van zijn darmen. En jij gaat dan specifiek benoemen van dat die persoon ziek is en last van zijn darmen heeft. Dat is een feit van iets wat nu aan de gang is. En dat is een woord van kennis. Maar een woord van wijsheid is iets van de toekomende tijd. Wat nog moet gebeuren. Daarom is een woord van wijsheid vaak nog meer dan een woord van kennis. Omdat een woord van wijsheid is iets van de toekomende tijd. Wat nog moet gebeuren. Vaak wordt het woord van wijsheid verward met het profeteren van nu in het nieuwe verbond. Maar het is niet hetzelfde. Het profeteren is wat het woord ook zegt van we moeten alle profeteren. Eén voor één. Weet je, dat je elkaar bemoedigt, dat je elkaar vermaakt, dat je elkaar opbouwt en sticht in het geloof. Het is een heel pakket. En het is erop gericht om de gelovigen te stichten en te bemoedigen. Weet je, maar een woord van wijsheid, daarin opereer je onder een bepaalde salving en autoriteit, dat jij specifieke zaken op een directieve manier benoemt. Dus je geeft een directe instructies van wat er moet gebeuren. En dat is eigenlijk de eerste onderwerp die ik wil bespreken, een woord van wijsheid. Je kan er nog veel meer over zeggen en spreken, maar ik wil de topics bewust wat korter houden. Een ander voorbeeld van hoe een woord van kennis kan werken, want een woord van kennis is ook gelieerd aan een woord van, ja, aan het profeteren. Dat is wanneer jij bijvoorbeeld kan voelen dat iemand pijn heeft aan zijn schouder en jij voelt dan ook pijn aan je schouder. En uiteindelijk is het iets wat je moet leren. Want vaak denken we in het begin van, hey, ik heb pijn aan mijn schouder, hoe kan het? Maar dan ga je leren dat hij wil wat zeggen. En dat er dan iemand anders is in jouw omgeving, tegen wie je moet spreken, die pijn heeft in zijn schouder. En dan spreken tegen die pijn en dan gaat die schouderpijn weg. En ik heb dat al vaker meegemaakt ook in mijn leven. Dat het zo is gegaan. Ik heb van Weile, Steve Meijering, ook een woord gehad. Dat hij zei, alles wat hij hoort, kan ik zien. Als een soort ziener. En vanaf het moment toen hij dat woord vrijzette over mij, werd er iets in mij geactiveerd. Ik begon ook daadwerkelijk meer te zien. En wat anderen hoorden, kon ik dan zien. En ik ga ook een ander voorbeeld geven over wat ook een woord van wijsheid is. Ik kreeg een openbaring dat iemand handelde op de beurs. En hij had een aantal dingen gekocht in zijn portfolio. En wat ik zag was ook van, ik kon wat namen zien, maar ik zag dat diegene heel laag had ingezet qua bedragen, heel conservatief. En dat 3-4 jaar later die bedragen die hij had ingelegd,
echt soms wel verdertienvoudig waren. Dus ik heb die persoon dat doorgegeven. En alles klopte precies van wat ik zag. Dat hij het laag had ingelegd, had het met niemand gedeeld. En wat ik zag was, het was eigenlijk zoals een blanco check. Hij kon zelf invullen hoeveel hij wilde verhogen. Want alles wat hij had gekocht zou vermeerderen. En hij heeft alles ook verhoogd. Nadat ik die droom had gedeeld, of die visioen had gedeeld. Want het was zo gedetailleerd. Maar wat ik ook zag was, van dat beeld van die koning. Dat de profeet zei, klop op die tafel. En dat klopte maar iets van 3 keer, geloof ik. En toen zei hij, de profeet, van, had nog meer keer geklopt. Want nu dan had je de vijand definitief verslagen. En toen haalden ze wel een paar overwinningen. Maar als hij meer keer had geklopt, want hij zei klop op de tafel, dan was die vijand definitief verslagen geweest. En daarom is het heel belangrijk als jij een profetisch woord ontvangt, om het maximale eruit te halen en er direct mee aan de slag te gaan. Maar dat kan je pas doen als het een gedetailleerd woord is met specifieke instructies.